Welkom bij Caribbean Scooters. Wij verhuren ook auto's. Informeer je naar wanneer er familie of vrienden overkomen. We maken graag een speciale aanbieding voor je. In deze video vertellen we wat je allemaal moet weten voordat je de weg op gaat. Het is ten alle tijde verplicht om een helm te dragen. De politie controleert hierop. Vanwege de vele valpartijen is het niet toegestaan om met twee personen de scooter te berijden. Als je nou je stuur naar links doet, je duwt de sleutel in en je draait hem naar links, dan staat de scooter op stuurslot. En zo kun je bijvoorbeeld in het dorp of in de stad zetten, maar dan wel in combinatie met een kettingslot. Nou, als we de sleutel helemaal naar rechts draaien, dan gaat het contact aan. Als we nou één standje terug doen en we duwen de sleutel in en we draaien hem helemaal naar rechts toe, dan zien we hier de tankdop opengaan. Als laatste zien we nog een knopje aan de zijkant zitten. Nou, als je die induwt, dan sluit het contactslot. En dit is dan beveiligd tegen diefstal. Dus er kan bijvoorbeeld geen andere sleutel of bijvoorbeeld een schroevendraaier ingestoken worden. En je kan hem zelf met de achterkant van de sleutel kan je hem weer openmaken. En zo kun je zelf weer veilig op pad. De benzinestations op Curaçao zijn iets anders dan in Nederland. Eerst betaal je aan het loket. Dit zal rond de 10 gulden zijn. Dan pas kan je tanken. Als de scooter vol is, kan je aan hetzelfde loket je wisselgeld terugkrijgen. Je scooter rijdt op benzine. Let op, dat is altijd de gele slang en de naam is Super. Het autoverkeer van Curaçao rekent niet op scooters. Dit betekent dat de automobilisten slecht om zich heen kijken en jou dus vaak niet zien. Hou rekening mee dat je niet gezien wordt en neem dus geen risico's. Als de wegen smal zijn, kan je het beste in het midden van de weg gaan rijden. De Julianabrug is niet toegestaan voor scooters. De auto's vliegen met 100 km per uur over de brug. Via de Pontjesbrug kan je naar de overkant. Let wel op, je moet even afstappen en lopend naar de overkant. Wat te doen bij een ongeluk? Je mag bij een ongeluk nooit, maar dan ook nooit, je scooter verplaatsen. Ook als alle olie en benzine eruit stroomt. Je moet de scooter laten liggen. Bel direct het forensisch nummer 1-9-9. Wacht tot Forensis is gearriveerd en luister goed naar zijn instructies. Forensis bepaalt wie er schuldig is van het ongeluk. Zorg dat je zelf ook alle informatie verzamelt van de tegenpartij. Naam, telefoonnummer, kenteken, etc. Neem zelf ook foto's van het ongeluk en breng ook ons op de hoogte. Zodoende kunnen we jou het beste assisteren. Als het regent, worden de wegen nog gladder dan normaal. Vooral op je scooter ben je extra kwetsbaar. Gebruik zoveel mogelijk je achterrem om zo valpartijen te voorkomen. Rij nooit door diepe plassen heen, want je weet nooit hoe diep het gat in de weg is en voor je het weet maak je een dubbele salto. Daarnaast staat Curaçao natuurlijk bekend om de vele feesten. Het is echter absoluut niet toegestaan onder invloed deel te nemen aan het verkeer. Je zult elke maand een factuur ontvangen via de mail. Deze dient betaald te worden voor het einde van de maand. Ook wordt je eraan herinnerd om een afspraak te maken voor de maandelijkse controle. We controleren de hele scooter, bandenspanning, olie, etc. Zo kunnen wij problemen op de weg voorkomen en ben jij verzekerd van een veilige scooter. Scooters worden super vaak gestolen. Zet daarom altijd je scooter op stuurslot en maak hem vast aan een paal of hek. Let hier echt goed op, want bij diefstal ben je zelf verantwoordelijk. De kosten voor een gestolen scooter kosten jou duizenden guldens. Mocht er een probleem zijn met je scooter, bijvoorbeeld een lekke band, kan je ons bereiken van maandag tot en met zaterdag. En nu, lekker genieten van de geweldige tijd op Curaçao.